Ohayo gozaimasu. Dat is een algemene begroeting hier in Japan. Goedemorgen, hartelijk welkom bij de nationale zondagochtendgebeurtenis. In dit geval van RTL 5, de Fuji Television Japanese Grand Prix. Hier op het circuit van Suzuka. Een werkelijk prachtbaan. Je kunt bijna geen mooie circuit verzinnen, helemaal. Hoor je het bij iedereen ook dit jaar, omdat Spa er dit jaar niet op de kalender was. En dit is echt zo'n baan waar elke coureur zegt van ja, hier kan ik zelf laten zien wat ik daadwerkelijk waar ben. Dat hoeft niet eens altijd in een heel rondje te zijn. Dat kan zomaar zijn in de S's of dat kan zijn in de bocht. Waar Tom Coronel zojuist al over gehoord heeft, de 130R. Een van de mannen die daar het allersterkste is Michael Schumacher. Het is ook de bocht waar je jezelf kunt positioneren om een aanval te doen in de Casino Triangle. En dat is dan de startopstelling. Dat is dan de chicane die leidt richting deze startopstelling. Dit zijn de feiten van dit circuit. Dus 5,8 kilometer lang. We gaan hier racen over 307,5 kilometer. En dan ook nog 73 meter. De snelste raceronde in 1.36.1 vorig jaar. De race duurde toen 1 uur en 26 minuten zonder al te veel interventies. De verwachting hier, iedereen heeft gevraagd en gebeld en gekeken, is dat er rond de klok van 4 uur lokale tijd, dat is exact over 1,5 uur en 3 minuten, dat er dan hier vanaf dat moment regen gaat vallen. Dat kan dus zijn aan de start van de wedstrijd, maar ja, misschien zijn ze een kwartiertje te vroeg of te laat. En dan ja, kan het nog helemaal droog zijn. Oftewel, je weet het niet en laten we het daar dan maar bij houden. Raikkonen dus vanaf die 7e, 8e stek. Schumacher vanaf die 14e stek. En nogmaals, er zullen heldendaden verricht moeten worden. Inderdaad wil Schumacher hier vandaag de wedstrijd naar zich toe trekken. Het gevaar wat er voor Schumacher inschuilt is dat het niet zo nodig hoeft. Ik heb daar vanochtend staan praten met Stefano Domenicale van het team van Ferrari. En die zegt ook, ja, ik had liever gehad dat hij zeker wist dat hij nog 5 punten nodig had. Of 6 punten. Dan weet je dat er meer drive is. Het gevaar nu is van, oké, het komt goed en ik moet gewoon mijn dingetje doen. En daar kan er wat scherpte weg zijn. Hij zegt aan de andere kant, als een coureur het goed op kan vangen, dan is het ook weer Michael Schumacher. Dit is de startopstelling van vandaag. Barrichello dus, 9e pole uit zijn carrière. De 3e pole van dit seizoen stond eerder in Brazilië. Silverstone op pole, Montoya daarnaast, 4e keer op P2. D'Amata met zijn beste kwalificatie uit zijn carrière. En Panis zijn op 1 na beste kwalificatie. In Amerika stond hij ook 3e. Alonso de eerste P5 van het seizoen. Webber daarnaast, 2e P6 van het seizoen. Dan Coulthard, beste kwalificatie sinds juli. Grand Prix van Frankrijk, de 7e plek voor hem. Raikkonen zijn slechtste sinds Canada. Daarachter nog Button, Wilson met zijn beste kwalificatie. Heidfeld, beste kwalificatie sinds Oostenrijk in mei. Dat is al lang geleden. Frenzen, beste kwalificatie sinds Canada. Daarachter Sato, dus voor het eerst bij een goede plek voor hem. Schumacher, nou, dat is duidelijk, zijn slechtste van het jaar. Dan Verstappen, tweede P17 van dit jaar. Staat achter Ralph Furman op de 2e keer dat hij op P15 staat. Dan Fisichella, Chiesa met zijn beste kwalificatie uit zijn carrière. Want Trulli en Ralph staan erachter. Voor beide hun slechtste kwalificatie. Voor Ralph was dat toen de 17e plaats in Maleisië. En de goede kenners onder ons weten nog dat Ralf in Maleisië, vul het antwoord zelf maar in, naar welke plek reed hij toen toe? 10 punten voor degene die riepen de 4e plaats vanaf P17 in Maleisië. Enfin, het kan dus allemaal gebeuren. Rick Winkelman, jij was er net nog beneden op de startgrid. Mooi sfeertje hier, duidelijk toch? Ja, fantastisch sfeertje. Ik stond even bij Cristiano D'Amata en allemaal Braziliaanse vlaggen die naar D'Amata werden gezwaaid. Alleen het grappige was, het waren Japanners die vlaggen aan het zwaaien waren. Ik hoor ook net, dus echt een feeststemming op de tribune, dat er nog meer mensen zijn dan verwacht. Er zouden er 155.000 zijn. En gisteren bij de kwalificatie waren er al 120.000. Dat is zeker voor zaterdag heel erg veel, maar het is duidelijk feest op de tribunes. Met name natuurlijk het moment dat bekend werd dat deze Takuma Sato mee ging doen, zal toch wel wat extra's gebracht hebben al hier. Motoren worden gestart, monteurs gaan weg. Ook weer een belangrijk moment. Het mag nu allemaal niet fout gaan. En ja, als je daar Barrichello ziet staan, dan weet je nog al die momenten, al die keren, dat er op mooie momenten bij Barrichello dingen niet helemaal goed gingen. Iedereen heeft zo zijn momenten wel gehad. Eén ding is zeker, als coureur weet je op het moment dat je het vizier sluit, in de basis moet ik het nu zelf doen. Tactisch kan ik geholpen worden vanaf de zijkant. Bij mijn pitstops is mijn team ongelooflijk belangrijk. Maar voor de rest is het aan mij en mijn machine. Dat moet ook deze Cristiano D'Amata weten. En daar Olivier Panis. Veel ervarender. Misschien ook wel wat relaxer dan D'Amata. Maar ja, toch als we kijken naar een Braziliaan, een Colombiaan en nog een Braziliaan in de top 3. Het is te hopen dat deze man ook de kop koel houden. Laten we daar ook even reëel over zijn. Want zoals gezegd, er kan veel gebeuren. Toch een raar gezicht, die rode vlek daar op die 14e positie. Als je nagaat dat de startpunt hier vorig jaar. Eerste de startrij rood, tweede startrij grijs, derde startrij blauw-wit. Veld komt van zijn plaats. Dan is het checken en kijken of er overal gerold wordt.
Jawel, zo ook bij Trulli, zo ook bij Jos Verstappen en zo ook bij Ralf Schumacher. Die er gisteren behoorlijk de P in had. Hetzelfde overigens, misschien in tegenstelling tot wat je verwacht. Omdat je ja, als coureur zijnde, je weet die omstandigheden, je kent die omstandigheden. Maar ook bij Michael Schumacher stond het gezicht echt op onweer. Hij baalde ervan. Hier de stand in het wereldkampioenschap. Uitgangspunt voor de wedstrijd van vandaag. Rick Winkelman met nieuws over het team van Minardi en Jos Verstappen. Ik denk dat de pitstop van Jos heel vroeg zal zijn, namelijk zo dadelijk al in de formatieronde. Team van Minardi staat klaar met voorlopig alleen een benzineslang. Maar dat moet haast voor Jos zijn, kan niet verkeerd zijn, want die heeft meer benzine aan boord. Okidoki, hopen dan dat er wel genoeg in zit voor Verstappen om die formatieronde ook af te maken. En dat hij niet ineens huttel de puttel binnen moet komen. Want in dat geval zou zijn gok wel eens de verkeerde geweest kunnen zijn. Het lekker is wel dat ze vanaf nu gewoon hun strategie kunnen gaan bepalen en misschien mede een beetje gokje spelen met het weer. Een beetje gokje met de safety karretje links en rechts. In ieder geval hopen dat er voor de Nederlander vandaag een heel klein beetje geluk in zit. Ik denk dat onder de gegeven omstandigheid bij Minardi uitrijden van de wedstrijd hier op deze zware baan al niet verkeerd is. Maar het liefst hoop je natuurlijk dat er door whatever pech van anderen dan gelukkig misschien aan het einde van de rit dan nog dat ene puntje komt. Het is triest genoeg om te moeten zeggen, maar je moet er toch voor gaan knokken. Hier de stand bij de constructeurs. Ferrari en Williams heel dicht bij elkaar. 3 punten verschil. McLaren daarachter. Renault erachter ook veilig. En dan die andere. Sauber, BAR, Jaguar en Toyota. Ja, die constructeurstitel is ook belangrijk. Jack Ploy. Ja, de heren Ron Dennis en Patrick Head stonden op de grid ook nog even samen te praten. En dan probeer je toch wat langzamer langs te lopen om te kijken of je toch nog net iets opvangt. Maar ja, zouden ze dat soort dingen met elkaar bespreken? Zouden ze die scenario's met elkaar doornemen? Ja, dat weet je niet. Ik denk dat ze toch wel wat dingetjes met elkaar doornemen, maar niet meer op de grid. Ze gaven elkaar een dikke knipoog. Ik denk dat Williams en McLaren, als ze dat voor elkaar krijgen, toch proberen nog zoveel mogelijk druk op Ferrari te zetten. En daar worden ze ook vet voor betaald. En dat is het doel van deze heren. Dus wat dat betreft ook geen schande om het zo te doen. Plus dat er natuurlijk nog meespeelt dat beiden Michelin een wereldtitel kunnen geven. Althans, als ze samenwerken. Het kan best wel zo zijn dat er daarover toch ook binnen de bandenhoeken het een en ander gesproken wordt. Teamorders gaan tussen teams natuurlijk in dat opzicht niet op. En dat betekent dat je er samen achter komt van oké, we hebben van tevoren afgesproken als die en die in de beslissende fase daar en daar zit. Dan mag hij wat mij betreft er voorbij. Jos Verstappen was daar vrij duidelijk in. Dus dat kunnen horen daar straks. Hij zei van ja, als Schumacher achter hem zit en grijpt het ene punt, dan zal hij terecht voorbij moeten. Want mijn punten zijn mijn punten. En die ga ik niet zomaar weggeven. En dat is niet meer dan terecht. De donkere strepen ziet u links en rechts nog op de baan. Dat geeft aan dat het daar nog wat vochtig is. Dat zouden betere omstandigheden moeten zijn voor de Michelins. Vreemd genoeg. Als het helemaal droog is, zijn zij ook in het voordeel. Daarentegen, als het helemaal nat is, dan ligt het voordeel duidelijk bij de Bridgestones. Prachtig gezicht om die twee Toyota's mee naar voren te zien komen. En ik denk toch dat het bij heel veel mensen van het team van Toyota hier in Japan een waanzinnig gevoel moet geven. En er is een rode stip voor de naam van Verstappen. En dat betekent dat de Nederlander inderdaad al binnenkomt. Wat rook achter de wagen van Raikkonen vandaan, maar dat kan zijn omdat er wat druk is. Jos heeft dat in ieder geval gehaald, Rick. Ja, Verstappen, er even doorheen. Verstappen die wel heel langzaam aankomt gereden. Wat je zei, hij heeft echt heel weinig benzine aan boord. De auto staat heel rustig stil. Ze wacht nog met het slang erin doen. Mag volgens mij pas als de lichten op, of als de rode lichten uitgaan, pas dan mag je volgens mij gaan tekenen. Maar team staat in ieder geval klaar voor Jos. Dus hopen dat hij daar niet te lang stil moet staan. Want dan krijg je natuurlijk weer een probleem met de temperatuur van die auto. Het team is er klaar voor. Belangrijker is, eerste startrij voor Barrichello en Montoya. Daarachter daar Matta en Panis. Derde startrij Alonso en Webber. Vierde startrij Coulthard. En Coulthard en Raikkonen. Vijfde voor Button en Webber.